over de spelers. We gaan het even over morgen hebben. Ja, ja. Want dat is toch wel heel belangrijk. Hè? De 12 van. Ja, Anthony Lurling. Heb jij de selectie ergens bij de hand of niet? Of, ja, nou ja, die van NAC. Van NAC, ja, dat bedoel ik. En, ik, die heb ik hier ook. Ja, want wie komen er allemaal? We hebben, laten we beginnen met Kees Luijks. Ja. Die ging een stapje hogerop. Ja. Hij ging een stapje naar beneden. Maar hij ging een stapje naar boven. Want hij mocht met het elftal van Anthony Lurling. Is de stap meteen morgen open? Die is nu al open. Die zit vol met NAC-spelen. Ouders, maar volgens mij is er nog een spandoek van hangen. Kees, ja, erg leuk. Kwak maar, vakman. Ik zie verder nog wat op de deur. Arne Sloot. Slot? Ja, ergens in Duitsland bij de oefenwedstrijd noemen ze Arne Sloot. Amoa, die woont in de buurt. Matthew, inderdaad. Veher, Chabba. Chabba, ons Chabba. Zo. Ik ken mensen die hebben een hond die heet Chabba. Ja. Sindsdien. Edwin de Graaf. Etje, het loopwonder. Dat is echt geweldig. Die lijkt een beetje op Rob Geus, vind ik al. Ja, Rob Geus, ja. Misleende met die as. Man. Dan zie ik in twee zwarte shirts twee keepers staan. Ja. Oh ja. Dat is Penders. Penders doet de handschoenen aan van Jelle. Nee, dat kan ik niet. Nee. Dat is natuurlijk een trainer nu bij NAC natuurlijk, Rob Penders. Maar die mag dus ook meedoen. Niet gespoten dat ze een gevricht niet meer zo piepen als hij een corner in reservekeeper trouwens. Dus, maakt niet uit. Okay. We hebben Alex van Vessem, hè? Alex Kelk. Alex Schelk. En onze nieuwe Jaguar-verkoper. Ja. Sepp de Rover. Ja. En Ron maakt weer zijn rentree op het veld van het Rad van Lex. En onze kampioen gele kaart pakken. Ja, het sloopwonder. Ja. Niet het loopwonder, maar het sloopwonder. Tommy van der Leegte. Tommy. Ja, en dan hebben we nog onze Jonas. Ja, onze knuffelkruik. Jonas Kolka. Kolka. Doet ook mee. En de keeper. Kun je doorlullen? En dan doe ik gewoon de eindjingle. En dan tot aan de Paarse Heide. Totdat we eruit gegooid worden gaan. De vraag is dus, waar kijk je vrijdag, dat is het morgen, het meeste naar uit? Nou. En ik heb hier piepende gewrichten als Rob Penders met zijn uitschuivend linker. Dat is 11%. Ik ben benieuwd of wij het op de perstribune horen. Via onze microfoon zoals we er zitten. In de nok van het stadion. Dan Leon met 14%. Ja. Dat is een FC Den Bosch zijde, wel te verstaan. Dus, je neemt, want Lucie is een vuurwerkliefhebber, hè? Ja. En allerlei andere dingen nog meer. Ja, die gaan wel lekker knallen, die jongen. 15% zegt de snelle gele kaart van Tommy van der Leegte. Van der Leegte, ja, daar pakt hij wel, hè? Die Tommy, die is altijd. Ik denk de eerste minuut heeft hij er al eentje in zijn broekzak zitten. Wie gaat er trouwens fluiten? Het stadion zal morgen niet overvol zitten, maar we zijn erbij en we willen natuurlijk dat iedereen daarbij is. Mocht je nog geen kaartje hebben, kom gewoon naar het stadion, koop een kaartje. Opbrengst gaat naar de jeugdopleidingen van Den Bosch en NAC. Dus komt allemaal goed. Het is lekker weer, pilsje erbij. Wat wil je nou nog meer? Ja, kon een extended avondje NAC gewoon niet zijn, thuis blijven. Breda nu en 0670 Radio zenden de wedstrijd uit. Kijk. Mits alles is aangesloten hier, dan zenden wij er gewoon helemaal uit. Alles tip-top hier weer. Alles tip-top, alle USB-secties goed zitten en zo, komt het allemaal weer goed. Volgende week, dan hebben we, als het goed is, een normale uitzending. En dan is iedereen inderdaad, en dan is Sander er niet en Leon is wel. En dan gaan we vooruitkijken naar de wedstrijd NAC-Jong PSV. Wij gaan luisteren naar...